Hans Peters is een van de inwoners uit Maasbree die overweegt om zijn woning te laten afkoppelen van het regenwater. Voor het zover is, wil hij zich eerst goed laten informeren. Dat kon vorige week toen deskundigen in de wijk klaarstonden om tekst en uitleg te geven over het project. Ja, kijk, als ik nu naar buiten kijk en het regent heel hard en mijn hele tuin loopt vol water, daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus er moet wel ook een afwatering zijn naar de straat toe op de een of andere manier. Want anders wordt het wel een probleem, denk ik. Ja, en wat zijn dan de overwegingen? Ja, de overwegingen zijn, een beetje meedenken voor een betere wereld. Dat is denk ik wel een hele goede overweging. Heeft u er al eerder over nagedacht om af te gaan koppelen? Nee, eigenlijk niet. Kijk, ik denk dat het hele project toch wel enorm veel kosten met zich meebrengt. En uiteindelijk moet het zich wel lonen, denk ik. Dat is denk ik ook wel een van de dingen wat bij mij in het achterhoofd zit. Van ja, loont het zich uiteindelijk? Kijk, alles verfraaien is natuurlijk mooi, maar het moet wel ook wel een functie hebben. En ja, het moet niet geen overlast gaan veroorzaken. Dat is het belangrijkste, denk ik. Het regenwater dat op de straten en stoepen valt, komt in het hemelwaterriool terecht en zakt langzaam in de bodem. Dit wordt infiltreren genoemd. Droogte wordt hierdoor tegengegaan en voorkomt overlast aan de riolering. Voor het vervangen van de riolering moeten de straten worden opengebroken. Een bewoner kan een aanvraag doen bij waterklaar.nl of op de site van de gemeente Peel en Maas. En dan komt er een afkoppeladviseur thuis bij de bewoner. Die komt kijken, kan de bewoner afkoppelen en hoe kan de bewoner afkoppelen. En die zal dan samen met de bewoner kijken, advies geven, rapportje van maken. Zodat de bewoner uiteindelijk daar zelf mee aan de slag kan. En daar dan uiteindelijk ook nog een subsidie voor kan krijgen. Welke vragen heeft u gesteld? Nou, voornamelijk de planning. De eerste instantie gaat natuurlijk over het... Het afkoppelen van het vulwater met het regenwater. Wanneer we zelf aan de beurt zijn, hoe het project gaat verlopen, wat krijgen we ervoor terug in de straat, waar zitten de kolken. Dat is eigenlijk het voornaamste voor wat ik hier ben. Het afkoppelen is natuurlijk een tweede ding. En ik hoor ook net dat we nog bomen kunnen krijgen voor in de voortuin, allemaal dat soort zaken. Ja, dat is nu even heel kort dag om dat te zeggen van ik wil daar of daar een boom hebben. Maar ja, daar kunnen we even nog over denken, heb ik begrepen. Ja, maar dat is wel ook iets wat hij dus meeneemt in uw overweging. Omdat dat boompje er wel kan blijven staan of juist kan komen. Of juist kan komen. Ja, ik zit zelf dan tegenover een heel groot stukje bos. En nog meer bladeren in de tuin, daar zit ik ook niet op te wachten. Ik heb al jaren gevraagd voor een bladkorf. Ja, schijnbaar zijn er geen meer, dus moet er dan ook wel weer bij komen. De waterklaarbus was in de wijk aanwezig om het project extra aandacht te geven. Ook wethouder Thijs van Lierop was erbij. Hij overhandigde een gratis koppelsteen aan een van de Maasbreese inwoners. De wethouder benadrukt het belang van afkoppelen. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we dat met z'n allen doen. Enerzijds voor het milieu waar we allemaal ook in leven. Anderzijds ook gewoon om de overlast in de riolering gewoon te voorkomen. Dus ik zou iedereen willen vragen om daar vooral in mee te gaan en daar goed over na te denken en die afkoppeling ook zeker te doen. Zegt het ook al genoeg dat er een specifiek speciaal project als deze ervoor nodig is om mensen hierop te wijzen? Ja, mensen zijn zich daar nog niet zo bewust van dat het eigenlijk soms heel eenvoudig kan. Ja, en dat is ook waarom de waterklaarbus er ook natuurlijk is. Ja, om het project te promoten en inderdaad de mensen te laten weten dat de subsidieregeling er is. Bent u zelf al afgekoppeld? Ik ben zelf afgekoppeld, ja zeker. In mijn omgeving hebben we al een apart regenwaterriool. Dus dat is helemaal gereed.